Yes, we hebben net al flink wat café gedaan binnen. Ja, alles ziet er weer spikkerspan uit. Het verblijf wordt alweer ingericht. Ja, klein probleempje met de vloerbedekking, maar dat laten we zo meteen nog wel even zien. Maar goed, nu gaan we toch nog even van het weer genieten en even het water op om te lekker te gaan zeilen. En ook nog eens even de flatbenamingen op te noemen en te overhoren. Want het is toch belangrijk, Sky, voor jou, dat je allemaal weet straks hoe alles heet. Zoals bijvoorbeeld, waar zit de hanenpoot? Of de spruit, zoals sommige korpsen dat wel noemen. Waar zit die op de flat? Weet je dat, Sky? Waar zit de spruit? Nee. Dat gaan we straks allemaal even doornemen. En ja, voorlopig zijn mensen even bezig de masten omhoog te zetten hier achter mij. En dan ga ik ook even helpen met de flatten optuigen. En dan zie ik jullie zo meteen op het water. We zijn ook al bezig geweest om dit verblijf er helemaal herin te richten. Maar zoals je ziet is het nogal een klusje om die vloerbedekking tegeltjes op de juiste plek te houden. Dus als er mensen, ouders of iets hier kijken en hebben denken van... Ik ben heel goed in puzzels van een tegelvloerbedekking. Ja, je bent hartelijk welkom om hier de vloerbedekking hier in elkaar te komen zetten. Maar anders is dat iets voor wat we volgende week nog eventjes gaan doen. Maar nu gaan we gewoon even het water op. En dan zie ik jullie zo meteen op het water. En dan GoPro, stop recording. Ja, we zijn bezig met zeilen en tegelijkertijd doen we nog even een korte overhoring van de zeilflatbenamingen die je ziet. Allemaal nummertjes zonder woorden erbij. Dus Anneke heeft straks de taak om alles op te noemen. Tina, als ik aan jou vraag, nummer... Wat zou ik dus doen? 29. Nummer 29. Laat me eens kijken welke 29 is. Ja, leuk is die heb ik gewoon vast hier. Dat is de helmstok. De helmstok, denk ik. De helmstok, hoor ik. Ja, dat klopt. Ja, nummer 28 was natuurlijk de helmstok. En ja, niet zoals eerder werd genoemd, de joystick. En die gebruik ik om te sturen. Klaarmaken om te wenden. Oké, en dan doen we denk ik nog even een nummertje. Wat hebben we hier nog meer op de lijst staan? Nummer... 7. Bingo! Nee, oké. 7. Nummer 7. Ja, ik doelde op deze rand hier. Doelbord. En dat is eigenlijk voor de mensen, dat is niet waar je op mag zitten. Omdat je dan, ja, het risico dat je overboord gaat dan. 7. Ja, dat is het doorbord. En daar zitten we meestal niet op. Dus het meestal... Wat zat jij net dan, hè? Ja, dat was om, te laten, om het slechte voorbeeld even te geven. Ja. Dus hoe het niet moet. Waar zitten we wel op? Hoe noemen we dat? Nou, ik zit op de luchtkast. De luchtkast, dat kan ook. Maar dat is meer, ja, je zit er bovenop en daarachter zit nog iets anders. Aan de dokter. Voorplecht. Ja. Voor- en achterplecht, heel goed. Wat? We hebben nog eentje. Waar zit de spruit? In mijn maag. In mijn maag. En wat is het? Een van de vallen. Strak houden. Klopt, dat is het, of de hanenpoot, zoals sommige andere korpsen hem ook wel noemen. Ja, en dat is het staaldraadje wat bovenaan de klauw zit. Waar de klauw of de piekenval aan vast zit. Moet ik zeggen, de piekenval. Om het grootste strak omhoog te houden. We moeten volgens mij wel terug. Ja, weet ik. Ja, het is 5 uur. Betekent dus, ja, de korpsdag is helaas alweer bijna op zijn einde. Jammer. Maar volgende week zijn we er ook gewoon weer. Volgende week zaterdag van 1 tot 5 in de Wilhelminahaven bij Zeekoekkorps Schiedam. Dus dan zien we jullie er allemaal weer bij. Want dat is natuurlijk gewoon veel leuker dan abonneren op het YouTube kanaal. Maar wat ook belangrijk is. Zijn er mensen die nog wat willen zeggen voor online? Kom erbij, het is gigantisch leuk. Een boodschap voor papa en mama die zitten te kijken. Mama, ik hou van jou. Ik hou van je mama. Zie je, hartstikke mooi. En dat allemaal bij Zeekoekkorps Schiedam. Wij gaan nog even wenden, wij gaan alles nog weer opruimen hier. En dan zien we jullie volgende week weer een nieuwe video. GoPro, stop recording.